weer binnenkomen. A1 voor een voertuigongeval. Goeiedag, hallo. Oh, oh nee! Friesland boppen, reis in de kroppen, ja wist je wie, doe mee maar een potje bier. Geen idee wat ik zei, maar leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag met deze ambulance uit Friesland, gemaakt door Eno Mods en Sys Games. Hij is nog in de maak, maar ik mocht alvast een beta testen. En daar maak ik natuurlijk ook een video mee. Dus dat gaan we vandaag doen. Mijn collega staat daar, hij durft er niet bij te komen. Misschien omdat ik zo raar praat. Maar goed, ja. Laat ons inmelden. Vandaag is met dit uniform en niet met Wim. Wim die wilde niet naar Friesland, snap ik ook wel. Ik ga meteen naar de eerste melding. Jullie horen hem al binnenkomen naar een persoon aangereden door een auto. En zoals je ziet hier onder, boven, onder de koplampen en boven de mistlampen die nu aangaan of groot licht, weet ik veel, zitten de luchthorens, dus die zitten hier ook op. Hier is ook een groene lampje, hij zit in de stekker, zeg maar, voor op te laden. Ik moet alleen nog even, als het goed is. Ja, dit klopt niet, nu klopt het wel. Nou, blauw in ieder geval, oranje, ik weet niet wat dit is. Dit is geloof ik dan. Niks. Werkverlichting. Spotjes. En de rest wijst zich dadelijk allemaal wel. Mijn collega die wil blijven niet instappen, maar niks uit, dan stapt hij gewoon, want als ik nu zeg hurry up, dan komt hij geloof ik wel. En zo niet, dan springt hij vanzelf toch wel erin. Maar dus met de echte sirene en de luchthoren dan natuurlijk. En een crashtal, mooi. Ik vind het niet mooi. Ik wil het niet hebben. Zo ja, we zijn weer terug. Ik crash niet mooi. Maar buiten is het ook even donker. Ik heb nou, misschien is het wel licht inmiddels wat ik zo zie snel. Ik heb in ieder geval even gezet op 5 uur 's ochtends. Het zou niet licht moeten zijn. Tot we gewoon de ochtenddienst starten. 5 uur 's ochtends start je geen ochtenddienst. Dan moet de avond of de nachtdienst zelfs nog 2 uur. Maar wat je wel krijgt is mensen die dronken zijn. Dus daar gaan we maar even naartoe. Een dronken persoon. We gaan eens kijken. A2'tje, denk ik zo. Code groen is A2 wel, ja. Is natuurlijk leuker om met dikke luchthoren door het verkeer te scheuren. Maar goed, we zetten even vehicle-code aan. Dan gaan we deze mooie ambulance niet slopen. Maar dat hoort er natuurlijk bij, hè. Dronken mensen. Die op dit tijdstip nog naar huis gaan. Van een avondje stappen. Oh. En vervolgens de boel een beetje op stel te zetten en overlast veroorzaken. Krijg je dat gezeur weer. Het is niet anders. En gewoon een rood. Oh. Jij denkt ik stop nog even snel hier. Ik kan ook hier staan. Ik ga dadelijk maar eens naar de Mediamarkt en dan ga ik denk eens een tv kopen. En niet zozeer voor bij mijn computer aan te sluiten, maar eerder gewoon om echt gewoon op mijn kamer neer te zetten. Alleen nu heb ik dus geen geen tv aansluiting en heb ik ook geen Ziggo kastje voor erbij. Maar nu kwam een vriend van me en die zegt van ja, je kunt gewoon Chromecast erop aansluiten en dan kun je via de Ziggo Go app, is dat geloof ik, kun je gewoon zeggen van hey, stream gewoon op je telefoon naar je Chromecast en dan kun je gewoon tv kijken. Want het ging mij vooral ook om lekker te Netflix, maar als ik ooit eens tv wil kijken moet ik dat natuurlijk wel ook kunnen zonder tv aansluiting. Dus dat is wel handig, dus dat ga ik denk maar eens doen. En dan ben ik alleen aan het kijken van, want hij zei ook van je kunt net zo goed als je toch alleen maar voor dat streamen, dan maakt het niks uit of je een tv pakt of een
computer. Telefoon, dan kun je net zo goed een computerscherm pakken, maar goed. Daar ben ik over aan het nadenken, want die moet je geloof ik wel via een HDMI sowieso ergens op aansluiten. Of kan dat ook? Nee, dat kan trouwens ook wel. Ik ben nu zelf aan het denken, maar als jullie deze video zien heb ik al lang een beslissing gemaakt. Dus dat meedenken, dat mogen jullie doen, maar dan hebben we een keuze gemaakt. Maar ja, dat is. Ik ga jullie niet langer laten wachten op het moment dat we deze dronken persoon met veel plezier gaan oprapen van de straat. Dus klik en we zijn er. Ze staan hier van rechtop. Allemaal een teken dat het nog enigszins goed gaat, denk ik. Hè. Goedendag. Oh, en ze ligt. Poef. Ze viel zomaar om. En eens kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Toch niet zo goed. Saturatie is slecht, ademhaling is slecht, hartslag is redelijk laag. Dus we gaan wat zuurstof geven. En met deze saturatie gaan we toch maar even snel naar het ziekenhuis. We gaan nog wat medicatie geven. En dan gaan we naar het ziekenhuis, kom aan. Naar de crafter, wat leuke informatie, die heb ik niet. Dus einde video, nee. Even denken, ja, er rijdt natuurlijk alleen in Friesland. Er is er geloof ik maar één, misschien twee, misschien drie. Misschien zeggen jullie wel, joh, doe normaal, het zijn er gewoon vijf. Interieur worden gefixt. Dank u wel voor het dichten van de deur, collega. Nou, er zit een luchthoren op. Ik geloof dat er zelfs ook een bepaalde, ik geloof dat er meerdere zijn, ook nog een weel op zit. Dat is een, nee, dat is geen walvis, maar dat is een soort, of een soort, dat is gewoon een Amerikaanse / Engelse sirene. Even langs weer. En dat heb ik niet, ik heb hier gewoon de luchttoren op, zoals ik al zei, die zit hier beneden naast de kenteken staan zo. Rechts heeft geen voorrang, mensen. We gaan gewoon even met A1 richting dat ziekenhuis. Want wat ik al zei, saturatie, zuurstofgehalte was niet zo goed. Dus we gaan gewoon lekker met spoed. Het is nog vroeg. Ja, officieel moet je sirenes aan. Anders ben je geen voorrangsvoertuig. Maar het verkeer lijkt goed te reageren op me. Dus dan kunnen we lekker zo naar het ziekenhuis gaan. Hier zet ik hem wel even aan. Ja, super mooi ding gewoon. Ik geloof dat de kracht er een beetje door Eno wordt gedaan. En dat de opbouw en zo grotendeels door Sys Games Edo is gemaakt. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Eno tegenwoordig ook wel, denk ik. Nog een leuke toevoeging is. Deurtje gaat open. Hier staat een lifepack al. Maar nogmaals, interieur. Oh, dat is wel erg fel. Maar goed, licht, verlichting binnen. Interieur wordt nog gedaan, begreep ik. Maar ja, ik kon natuurlijk niet wachten. En Eno denk ik ook niet helemaal. Dus ik kreeg hem alvast om een video ermee te maken. Er komt nieuw melding. Persoon die wat ziekjes is, maar die gaan we niet aannemen. We gaan lekker naar een spoedmelding zo meteen. Ja, mag ik hier even tussendoor? Dankjewel. Nope. Nee. Geen wapens. Ik blijf het zo'n raar kruispunt vinden. Hoe kun jij nou van links gewoon doorscheuren hier? Terwijl wij ook groen hadden. Maar goed. Hey joh. Het is gelukkig, ik heb een veerkokot maar aan. We horen hem weer binnenkomen, A1 voor een voertuigongeval.
Nou, daar hebben jullie de luchthoren. Hebben jullie ook eens gehoord. Maar ik vind het gewoon een leuke toevoeging. Doet verder niks. Verkeer gaat niet anders reageren op je. Het zijn maar gewoon de versnellerfunctie. Maar ja, ik vind dat wel leuk. Links is een ongeval gebeurd. Oh, daar gaat de TS. Yo. Nou, waar gaan we draaien? Gaan we hier onveilig draaien? Ja, het moet maar. Anders moeten we echt helemaal buiten de stad gaan draaien. Nogmaals, hè, laatst had ik dat ook. Ik weet niet. Ik ben niet zo van het draaien op de snelweg. Maar ja, anders moeten we zo ver omrijden. En dat vind ik in dit opzicht even jammer. Hier ligt wel iemand, bevelvoerder staat erbij. Het verkeer rijdt nog hard door, daar moeten we mee opletten. Ja, goeiedag Coolblue. Mooie Audi. Jammer dat het kapot is. Het lijkt mij het verstandigste, omdat de politie blijkbaar niet echt door heeft dat het verkeer moet stilstaan tot we gaan kijken. En zo snel mogelijk die ambulance in en naar het ziekenhuis. Oké, dit is helemaal niet goed. Wat we gaan doen? We gaan zuurstof geven, want die is ook wel laag. Heel laag zelfs, ademhaling is ook wat verlaagd. Hartslag is heel laag ook. Medicatie en met spoed naar het ziekenhuis. Collega, er mee eens. Jij bent tenslotte de verpleegkundige, dus eigenlijk mag ik deze beslissing helemaal niet maken. Maar ja, jij zou het toch maar eens doen, hè? Oh god, die gaat de wand voorin. Even wachten dat ik ook weg ben, heren. Zo. Ja, die kwam vanuit mijn tenen. Let op met verkeer, mevrouw. Ook al kan ze niet lopen. Ze zal waarschijnlijk niet eens aanspreekbaar zijn. Ik weet het eigenlijk niet hoor. Als ik zo kijk naar de hartslag en zo, zal het niet erg goed aanspreekbaar zijn. Moeten we hier nou wat draaien? Nee. Ik ga in ieder geval, nu ga ik wel gewoon netjes de snelweg af. En dan rijden we langs een supergroot ziekenhuis, hier links namelijk. Maar goed. Het blijft wel lang licht. Ik heb geloof ik de tijd op echte tijd gezet. Of lang zo schemerig zoals dit. Nu gaat de tijd wat sneller. Gaan we nog overdag echt rijden. Ja, het is jammer dat we langs het hele grote ziekenhuis gaan. Waar we hier naar binnen konden rijden. Mooie ruimte gemaakt voor Coolblue. Ik weet niet of die zo stond, niet opgevallen. Maar ja, dan moeten we maar even omrijden. Het zal wel dicht zijn ofzo. Zo, we zijn weer terug. En ja, niks aan te doen tot die crash natuurlijk. Dat gebeurt nou eenmaal. En daar moeten we mee leven. Maar ik heb geen zin in dit soort meldingen. Dus die gaan we ook niet aannemen. Maar deze kunnen we wel aannemen. Persoon aangereden door een auto. Bij de golfbaan zo te zien. No.
gewoon terug op de weg. Maar we kunnen hopelijk lekker doorrijden, zo te zien wel. Anders zorgen we er toch gewoon voor. Mooie ambu, blijf een mooie ambu vinden. En hij is er niet eens af. Dus het kan alleen maar beter worden, toch? Mooi interieurtje straks. Als het op de golfbaan is, dan zitten we flink om te rijden, maar je zal niet snel iemand op de golfbaan aanrijden. Maar als ik het zeg, denk ik, nou, het kan zomaar gebeuren dat je door een golfkarretje wordt aangereden. Daarachter is het gebeurd. Oh, bijzondere auto. Hele bijzondere auto. Goedendag. Pak even de speeltjes hoor. Kijk eens, hier staat de lifepack. Lifepack 12 zie ik. Moet natuurlijk de 15 zijn, hè. Oh wacht, dat heeft nu geen zin dat ik dit... Ik wil hier een mooie screenshot zo maken, dadelijk. Maar als je in first person gaat, voor iedereen de tips, dan pakt hij hem niet. Dan kun je niet screenshotten, zeg maar. Dan zegt hij, this clip contains first person views and cannot be used, of zoiets. Met mijn perfecte Engels. En mevrouw. Meneer, wat is het? Mevrouw. Wist ik wel, wist ik wel. Mooie auto, dat wel. Ik zou hem nooit pakken. En we gaan hier eens kijken. Ademhaling, zo te zien wel. Hij komt omhoog. Mijn collega stapt over mee. Hij knippert nog met zijn ogen. Lijkt een spreekbaar. Hartslag goed. Ademhaling goed. Saturatie kan wel iets beter, maar redelijk goed. Ja, we gaan doen. Even wat... wonden verzorgen, want die zal die vast hebben. We kunnen natuurlijk ook, dat vergeet ik steeds, even kijken van wat hebben we allemaal, hè. Ja, meerdere botbreuken. Ja, oké, okay, goed. Dus niks echt bijzonders. Trauma treatment. Ik ken met lage bloeddruk, maar dat was geloof ik niet. Heeft al een botbreuk gehad in het verleden. Oké, okay, goed. We gaan hem meenemen. Dan gaan we naar het ziekenhuis. Onder een A2. We hebben blauwe verkeerde aanstaan. Dat ding, dat geven we gas of wat? Collega, kom. Wat dat ding nou achter me aan? Ik wil net zeggen. Aankomst, bestemming en overdracht. Spoedeisende hulp en daarna laatste melding. Mijn collega die staat nog steeds blijkbaar op locatie. Ik had altijd de gedachte dat hij gewoon inspant in de ambu, maar nu staat hij er nog steeds blijkbaar. En we gaan weer naar een persoon die is aangereden door een auto. Of ik. Ik ben nog maar alleen.
Weer bijna op dezelfde plek geloof ik ook. Beetje anders. Goeiedag, hallo. Oh nee! Ja, wat moet u weer naar mij, mevrouw? Stomme oude. Ja, nu is hij helemaal dood. Werden? Oh, er wordt nog iemand aangereden. Ik had hem aan de andere kant moeten zetten. Ja, min 100. Hallo. Wat moeten we nu dan doen? Dus we hebben wel een hartslag. Ja, die gaan niet meer. Ah, dood. Nee, ik wil CPR. Reanimatie starten. Shock toedienen. Ja, reanimatie succesvol. Nee, toch niet. Ja, dood. Het gaat helemaal fout. Toch? Ja. Look at that. Nou. Kun je naar het ziekenhuis moet? Ja, min 77. Ja, we gaan gewoon naar het ziekenhuis. Zonder slachtoffer. Want die ligt er nog. Maar. Toch. Oh, we hebben weer een reanimatie achterin. Toch hebben we. Een slachtoffer achterin. Fictief dan weliswaar. Maar we moeten naar het ziekenhuis ermee. Ook al staat er een beeld dat ze dood is. Maar er stond ook een beeld dat de reanimatie succesvol was. Oh, pakken we een soeprandje mee. Ook kan gewoon allemaal. Daar staat mijn collega nog steeds. Blauwe bolletje op de kaart. Puntje.
aankomst ziekenhuis. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat is, heb ik zelf ook nog geen idee van. Dus jullie zien het vanzelf. Tot dan. Doei.